Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we staan hier bij de draaibank. Want hier zit de cilinder van de kraan in. En die moeten we eigenlijk schroefdraad erop draaien. Maar dat ging niet meer. Want de moer voor de draadspil die is gewoon weg. Nou, we hebben iemand gevonden die kan hem maken voor ons. Maar dan moeten we natuurlijk wel weten wat we precies nodig hebben. Dus we moeten deze spil eruit halen. Dat is toch een afwijkende schroefdraad wel, een trapeziumdraad, maar ook de spoed is niet heel gangbaar. Die zal echt pas gemaakt moeten worden. En ook, hij moet hier ook in dat schoentje passen wat hier zit. Eigenlijk als je de draad dingen aanzet, ik weet niet of ik hem nou nog kan bedienen, ja zie je dat? Kijk. Dus hier zit eigenlijk een halve moer in, eigenlijk zo'n moer die is doorgezaagd. En dan met die hendel doe je hem klik, druk je hem tegen de draadspil en dan neemt hij de langsleden mee en dan kun je dus draad snijden. Oké, die moet eruit en dit ding moet eruit en dan kunnen we... Wat zit jij te denken? Hier heb jij die schroefdraad, loopt de weerskant niet door, dus hij kan met testen kan hij de spul er niet indraaien om te testen of die moer goed is. Ja. Maar hij kan wel die moer van tevoren al door midden zagen. Twee en dan kan balkjes aan elkaar schroeven of zo en dan draaien en dan kan hij wel passen. Ik denk dat gaat hij vast wel voor elkaar krijgen. Dat denk ik sowieso. De ervaring die hij heeft, hebben wij samen nog niet. Dat is een draaier, hoe oud is die? 88, zoiets. 88, ja. Nou, zo. Hij is niet oud genoeg om te zeggen dat hij heeft deze misschien nog gemaakt, deze draaibank, maar... Misschien wel opgewerkt nog. Ja, wie weet. Hey, dit moet wel een kaartje krijgen. Kijk dan precies zo, want je kunt hem nou niet draaien, deze. Als ik die spil draai, of hij zit ingeschakeld, die kan het nou niet draaien. Die zat 45 toeren. We kunnen hem gewoon aanzetten en proberen op het goede moment uit te zetten. En waar schakel je met deze mee uit, of? Ja, hem uitzetten. Ja, dat kan hij hiermee doen, ja. Maar daar zit nou te veel spanning op. Ja, nee, maar dan moet ik gewoon even aanzetten. Oh, zo. Nee, je moet hem echt doen. Zo. Oh joh, je meent het. Zo uit. Ik denk die zit hartstikke vast. Daarom is hij gesmeed. Ja, ze hebben gewoon echt opgestuikt dat hij er niet uit kan. Nou, geweldig zeg. Dan kan hij dadelijk er gewoon doorheen, denk ik. Een beetje... Ja, dan zou hij zo lekker vinden. Ja. Even kijken. Kijken of ik hem nog eens terugkrijg. Als ik er tussen kom. Ah, ja, helemaal tegenaan. Als je niet tegen de schroefdraad zelf, kan ook. Ja. Ja. Vliegen krijgen. Nou, dat zie ik. Ik zie hem dadelijk vliegen. Ja. Alleen nu. Ja hoor. Ja. Wacht, kunnen ze hem binnen bouwen? Kijk eens. Ja, zo. Oh, wacht, oh. Iets terug. De grappenmakertjes. Ja, het is net een beetje... Ja, of moet je omhoog en omlaag rammelen. Hè? Moet je omhoog en omlaag... Komt-ie? Kijk, verder of niet? Ik heb die aluminium prop gebruiken. Ja. En je vangt hem op je knieën. Ja, dat vind ik. Ja, hebben we. Kun je daar heen? Ja, hier zo. Mooi. Dus daar je niet kan draaien natuurlijk. Ja. Ik dacht er zit misschien een pennetje in, maar dat is niet. Een foto maken zo. Nee, hè? Nee. Dat hij maximaal... Oh ja, anders kan je doordraaien. Ja. Dat is het. Dan kan hij hem gewoon zo ronddraaien tot hij helemaal eruit is. Ja. Ja, zeker weten. En hier zit En dan moet de tandwiel eigenlijk losgekoppeld worden van hem, want dan kun je hem wel doordraaien. Ja, zie je, die komt er omhoog, gaat zo los. Kan ik hem niet gewoon voorzichtig nou zo al doen? Nee. Dan breekt hij af. Wat eigenlijk licht had, maar net niet deed met de hand kunnen. Nee.
Hey, maar nu krijg je ook ruimte. Ja. Trek hem ook mee naar binnen. Nou, het is goed. Oh, het hele ding komt tegelijk eraf. Ja. De hendel en die ring. Dan zitten die op een andere manier aan elkaar. Hey, maar nou kunnen we heel wat verder schroeven. Net zo even een keer laten schrikken, dat kan genoeg zijn. Niet te veel, anders past mijn schroeven draaien. Maar ja, deze moet ook los. Ja, ik kan het slagschroeven draaien halen. Goed, spanning op. Hij draait. Jawel. Maar niet te wild doen, want die beetjes zijn van glas gemaakt. Nou. Ja, maar dat brengt niet helemaal uit. Nee. Nou, even kijken wat eraan zit. Ja, zie je. Gewoon een span, of een, weet je, een pasboutje. Kom maar door, ik vang hem op. Woehoe. Nou, verder komt er niet in. Jawel, jawel. Vang deze eens op, die ring, voordat hij eronder in ligt. Oeh, ja. Nou, maar hier, ik kan hem eruit trekken. Ja, ik wil zeggen, ik kom al niet verder. Ja. Oké, deze kan er gewoon uit. Ja, kijk. Ja, dat. Oh, dan moet deze ook eruit, denk ik. Wat een grappenmakertjes. Ja, als we deze even eruit halen, het handvat eruit. En dan? Dan kan hij wel voorbij draaien. Oh, maar deze kan ik toch omlaag doen? Ja, dat kan ook. Hij kan er alleen nog niet uit. Als we dan deze losmaken, dan kun je iets van de kant af halen. Ja, maar als we hem naar daar toe schuiven, dan houdt hij die heuvel op. Dan zijn we er toch. Ja, een keer. Hangt hij daar op of ja? Ja, hij kan nog verder. Ah, hij zakt al. Nou, misschien... Ik hoef wel eens nog niet te praten. Ah, toch een beetje dan. Uitpakken? Ja. Hebben. Daar is hem. Ja, daar mist iets. Ja, nou ja, eigenlijk hebben we alles wat we moeten weten. Ja. Moet hij nog... Ja, hij ligt gewoon hier met een kraag tegenaan natuurlijk. En dan hier met twee bouten. Kijk, inbusbout, M8 volgens mij. Ja. Dan houd je hem mee vast. Dit zal wel weinig schroefdraad zijn, want hij zit volgens mij... die afstand tot die spil is niet veel. Ah, nou ja, je hebt al gauw... Zo'n millimeter of... 5-6 aan draad. Ja, hebben. En schroefdraad snijden is allemaal licht. Licht werk. Ja. Dat mag je nooit in één keer doen. Dus. Komt geen kracht op daar. Nee. Op die boutjes niet. Die houden zorgen alleen maar dat ding niet eraf valt. Hey, maar kan je ziet hier wel een aftekening. Ja, dus die heeft inderdaad die kraag gehad, wat jij zei. Ja, dat moet wel. Deze die worden niet op afschuiving belast. Dat is puur om te zorgen dat het ding er niet afvalt. Precies. Deze moet je misschien niet te veel aan doen, denk ik wel. Die is een trainingsbox vergeten. Ja. Waar is de lange onderbox? Wil we dit ding echt afwassen of goed hem gewoon even een beetje met een tot af? Want als je een lekker vet hebt, dan gebeurt er ook niks mee. Ja, in ieder geval even een beetje met een tot afvoeden. Ja. Zo. Ja, deze is het nagenoeg. Dit is 60. Meet deze eens op dan. Want dan heb je, als je deze en dan plus de kraag. Zeg 50. Ja. Dat is 49, maar 50. Je wil een kraag van een half centimeter hebben of zo, of meer nog? Ja, deze is 5 mm. Dus dan zit je op die 60. 60, ja. Dat is van 60. Ja, ik zou denk zeker groter pakken als je hebt. Want je wil hem gewoon schoon kunnen draaien. Ja, bij die kraag hoeft dat niet. Nee, nee. Nog een roestig onderdeeltje. Ja, dat is van de Kubota, van de kraan. En hier komen dus die bedieningshendels op. Dit is allemaal echt heel warm geweest. Ziet er niet best meer uit. Gaan we kijken of we een nieuwe afdichting en zo in kunnen zetten. Maar eerst maar even fatsoeneren dat die weer een beetje toonbaar is. We kunnen hem daarna verder uit elkaar halen nog. Hopen dat dadelijk met straal al blijft zitten. Want natuurlijk die vlakken waar dat die afdichting op komen, het liefst niet stralen. Het zal wel opfrissen, denk ik, als we dit eventjes afstralen. Overal van die afgefikte zwangpilaren op. Dan voorkomen we dat die schroefdraad en dat aansluitje gestraald wordt. Dat hoeft niet per se. Het
valt me niks tegen dit. Heel goed. Ah, hier nog een randje. Stiekem een paar kleine randjes waar we even nog een keer moeten, maar... Dan is hij goed. Als we gaan kijken, ga ik nog wel stukjes vinden, maar onderhand... Geen hout op, hè. Onze bakplaat die staat hier te verwarmen. Dan gaan we daar even die... die servo-endel op de huizing opzetten. Deze. Hij is al een beetje warm. Niet warm genoeg, hij moet nog warmer worden. Zo. Zo, het ruikt als een soldeerbout. Hier zitten namelijk van die klepjes in. Dit zijn die. Dit zijn die drukknopjes. Dit zit onder de bedieningshendels. Met een gewricht zit hier de hendel boven met een schijf. En als je dan zo die hendel bedient, dan drukt hij die knopjes in. En die knopjes, daar zijn dan weer eigenlijk klepjes. Daar zit dit gebak zit eronder. Eigenlijk vanuit dit ding lopen er kleine hydraulische slangen naar het stuurblok. En eigenlijk wat die doet is, op het moment dat jij hier de hendel bedient, dan gaat er een oliestroompje lopen naar jouw stuurschijf, bij de grote blok wat daar ligt, hier zo. En dit zijn eigenlijk de regelschuiven. En hier zitten van die, ook van diezelfde plungertjes, hier zit een aluminium huisje en dan zet hij hier oliedruk op en dan bedient hij de stuurschuif met oliedruk. Dat is servobediening bij de kraan, zo werkt dat. Maar goed, dat werkt allemaal niet meer, want het is allemaal afgebrand. Ja, dit zijn allemaal stalen blokken, dus dit is op zich best nog wel te redden, hoop ik. Alleen zullen ze wel helemaal uit elkaar moeten halen en afdichting moeten vervangen. Het is modulair opgebouwd, dus het zijn allemaal van die blokjes die tegen elkaar geschroefd zitten. En je ziet eigenlijk gewoon een hele lange bout, er zit daar zo als een pakket bij elkaar gedraaid. Dus die moeten we ook allemaal los gaan maken, want er zullen allemaal nieuwe afdichtingen tussen moeten. En in die blokken zelf ook. Kijk, maar het begint al door te trekken. Ja, we moeten het daarboven hebben natuurlijk. Aluminium zet heel veel uit. Dus dan komen die dingen op een gegeven moment aardig los erin te staan. Straks allemaal goed schoonmaken dit. Dat we geen straalgrid in het systeem hebben. Straalgrid tussen gekropen. Ik heb een straalgrid in natuurlijk. Ja, dat ziet er allemaal goed uit. Boop. Dat is een pakkentje. Ik ben bang dat we deze wel een nieuwe nodig hebben. Laten we kijken of deze eraf wil nu. Hij zit gewoon los, hè? En toch wil hij er niet uit. En die andere, komen die? Borreltjes zie ik daar. Wel hier. Daar borrelt hij. Ja, dat had ik dus gisteren ook. Niet eruit komen, hè, dat ding. Hij doet het weer. Hij is door hitte kapot gegaan en door hitte ook weer gerepareerd, zullen we maar zeggen. Deze die wil ook nog niet. Misschien even een beetje. Ja, hier zit wel. Deze draait zo los. Dat is zo gek, hè. Waarom kan hij er niet uit? Zo raar. Er zit beweging genoeg in. Hier. Hij gaat verder. Hij is verder dan ooit nu. Ik sloeg bijna mezelf voor mijn gezicht. Zo. Dat was geen makkelijk om eruit te krijgen. Hier, ja, hier. Die afdichting. Wat een roestzooi zit daarin, joh. Waarom zit er van die troep in? Dat is goed gelukt eigenlijk. Kijk. Nou, we kunnen hem, hij is een beetje afgevreten, maar dat maakt niet uit. Aan de bovenkant, ik weet niet waarom daar zo'n randje aan zit. Volgens mij is dat puur om met schroevendraaier hem eruit te wippen. Dus dat boeit niet. Als deze maar niet beschadigd zijn. Want daar zit een groef waar een o-ringetje in ligt. En die moet wel afdichten op dit oppervlak natuurlijk. Er komt wel beweging in, maar niet van harte hoor. Even kijken of we die o-ringen nog opnieuw kunnen gebruiken. Ziet er lekker uit. Nu die aangebakken rotzooi eraf. Moet een mooi glad zijn natuurlijk. Even kijken of we die kruipolie erin. Van die afdichtvlakken netjes schoonmaken. Deze eraf halen nu, want anders dan krijg je er straks niet meer eraf zonder dat de helft van het plak eraan blijft hangen. Ik heb hem vast. Plop, valt hij daar vanzelf al uit. Plop, daar is één.
Goh, wel eentje al helemaal uit. Hé, hey, die gaan een stuk makkelijker. Tenminste, die ene dan toch. Deze ook. Die gaan te vallen er zo uit. Dat is een feestje. Deze ook. Zo zou ze normaal eruit moeten komen eigenlijk, denk ik. Maar dit zit er volgens mij normaal in geperst. Volgens mij kan dit er eigenlijk niet uit, maar omdat hij nou zo warm is, kan het wel. Ja. Hopelijk kan deze het weer doen. Het wordt nog wel een spannend verhaaltje. Maar alle veertjes zijn nog wel goed, want als zoiets heet wordt, dan kunnen ook die veertjes inkakken natuurlijk. Want dan worden ze ontlaten. En dan gaat de spanning eruit en dan wordt het stukjes opgerolde ijzerdraad in plaats van veertjes. Nou. Deze komen veel moeilijker los dan uit die andere. Alsof dat er nog een soort van o-ringen tussen zitten. Kan het toch uit nou, hè? Sowieso wel. Hetzelfde verhaal als die andere dingen zeker. O-ringetjes, steunringetjes dus. Kijk, die zijn verbrand. Kijk, het komt goed, dit. Ik dacht, die liggen nog een soort van hele kleine vulringetjes, maar het zijn Usetringen geweest. Kijk, met zo'n rubberen afdichting. Dus daar moeten we ook wel weer eventjes terug nieuw in zetten. Dus de afdichting die een soort van geëxtrudeerd is. Want de zoon is al aan het opwarmen, hè? Want straks allemaal erin. Moet ik even kijken voor die motor trouwens, wat we daar nog voor nodig hebben eigenlijk. Ja, koppakkentje. Zuigerveertjes. Oh, Luc had een vinnetje toch? Ik denk het wel, ja. Want we hebben daar nog een mooi ding voor van HBM wat we even uit moeten pakken. Oh, oh my god, wat zeg je nou net? Ja. Oh. Ik zeg dat het Black November is bij HBM, dus allemaal dikke kortingen. Wat is het? Wat is het bij HBM? Black November. Black November, ja, doen we maar het dansje. Oh, daar is hij, ja zeker. Ja, want we hebben daar nog een aantal dingetjes liggen die we de komende week nog kunnen uitpakken. Maar er zit ook een speciale remontlucht erbij. Dat, we hadden natuurlijk al zo'n vacuumpotje, maar deze is nog een beetje luxer. Maar dat treft, want de Fiat Panda die moet nog even de remontlucht hebben. Dat is dus zo. Wat we ook nog hebben trouwens van HBM, die hebben we al een tijd liggen. Dat is een testset voor het koelsysteem. Een speciale dop en dan kun je gewoon luchtdruk erop zetten. Te kijken of die lek is. Aangezien die toen begon te lekken, weet je nog? Ja, maar dan zie je die dop erboven. Vermoedelijk ja. Maar we gaan het alsnog proberen. Kom, we pakken die uit. Kom. We gaan het ding uitpakken, ja. Leuk. Ah. Woehoe! Hey. Pneumatische remontluchter met adapter set. We gaan meteen kijken wat we hier allemaal hebben. Oeh. Wauw. Hier een doosje altijd in hier gestopt. Oh. Daar zal de adapter set in zitten. En deze? Zo, kijk hier dan. Dat is een hele ketel. Want er zitten allemaal spulletjes bij ook. Ja, hier zit nog een, kijk eens. Oh, er zit nog iets in. Ja. Ja. We gaan even kijken. Zo. Hé joh. Oh, dit werkt helemaal anders. Zie je dan? Wat is dit? Wat? Wat is dit? Michael, wat is dit? Oh. Een lapje. Hoe werkt dit allemaal? Moet je die hier ergens opschroeven of zo? Nee, dit is volgens mij voor op een rem op het reservoirtje. Wat is dit allemaal? Volgens mij zet je druk op het. Dit is werk anders. Die andere die we hebben, die trekken de vacuüm erin. Oh. Maar deze. Deze die zet druk op het tankje. Oh, dat is wel enigszins spannend natuurlijk. Oh, dan klaptrek het tankje uit. Boom! En dit vatje wat je hier hebt, dat is het, daarom hangt dat kettingje er ook aan. Want hier, dit is het opvangvaartje. Vaartje. Milo heeft net een scheetje gelaten, dus we gaan nou even op afstand filmen. Oh, maar dit heb ik allemaal al gelezen, joh. Breathing blakes and adding new fluid. Add brake fluid here. Ja, dat is daar.
daar moet dus remvloeistof in. Ik pak de braakvloer. Gewoon allemaal hulpstukjes voor verschillende vaatjes dan. Moeten we even kijken welke we nodig hebben. Wat hebben we nodig? Zoiets. Zo'n schroefdraad denk ik. We gaan kijken. Even kijken. Dit. Is niet normaal dit, hè? Oh. Oh nee, hij past toch niet. Ik denk ik pak gewoon zo de goede ertussen uit. Ha, maar die is het wel. Of niet? Hey. Dit kan je ook doen. En dan met een bandje eromheen, gewoon om de remcilinder. Dan zit je altijd goed. Misschien moeten we dat maar gewoon doen. Deze is dicht. Ja, pas op, die moet dicht staan, anders komt daar eigenlijk vloeistof uit. Ja. Dan heb je echt een fontein aan je vloeistof. Dat wil je echt niet hebben. Oh, wacht, hier hebben we de meter. Wacht, als ik deze nou als eerste al dicht zet ook. Kijk. Hij zit erop. Oké, okay. Nou, kunnen we hem op druk zetten, het vaatje. Kijk eens. Laten we echt veel minder druk geven in het begin. Echt geen 4 bar op dat tankje zetten hoor. Hier, hey, hier. Zie je dat? Ga je dat toch wel doen? Nee, absoluut niet. Je hebt hem nog reduceerd. Dat ziet er al beter uit. Maar ik vind het nog veel, 2 bar. Ja, dan komt al dat tankje, dan klopt hij meteen aan. Wacht, hij kan niet open misschien, want hij die koppeling zit aan natuurlijk. Nee, dat is wel een goede veiligheid. Maar ik kan hem zo even doen. Kijk, daar komt de vloeistof. Dat is leuk, hè? Dat is mooi, dit. Komt hij dicht en dan schiet je sproeien hier. Hop, dicht. Zo. Nou, koppel hem hier aan. Zo. Deze open. Oh ja, er gebeuren dingen. Oh, kijk dat luchtbelletje, dat gaat er heel lekker er doorheen. Oh ja. Ja, inderdaad. Het is een soort attractie. Ja, ziet hem daar. Woep. Ah, hij gaat snel weer omhoog, hè. Maar hij is nou op druk daar. Dus nu, nou zouden we gewoon ontluchtingsnippels los kunnen gooien in feite. Ja, dan kunnen we hem... Deze even uit de knoop halen of zo. Kettingje erbij. Dan kunnen we netjes ophangen. Ja, inderdaad. Ik zie wat er gebeurt hoor. Wacht, kom eens even met een lampje. Ja. Dan zit uw eigen in het licht, hè. Dan ben ik benieuwd of dat daar dan vloeistof uitkomt. Misschien dat dingetje een beetje zo beet houden. Ja. Zo. Eigenlijk even... Open ringsleuteltje hebben, denk ik. Ja, dat is makkelijk. Eigenlijk kon het wiel eraf pakken dus toch. Het stond in het boekje. Ja, die wordt ondertussen duchtig gebakken hoor. Duchtig. Duchtig. Komt er wel een vloeistof uit? Moet de druk nog hoger worden? Oh, nee, nou, daar komt hij al. Ik weet niet. Kijk eens. Hé. Hey. Zo, maar dit werkt wel goed, hè? Hey. Kijk dan, want... Ja, er komen nog wel luchtjes uit. Komen de belletjes uit? Ja, wel een beetje. Net wel. Er komt heel veel kleine lucht uit. Heel goed. Ja, dit is wel mooi. Zo, we hoeven nou ook helemaal niet te kijken of dat vatje vol blijft, want dan vult hij gewoon constant de hele tijd. Ja, ik heb er twee van die flesjes in gedaan, dus we kunnen twee van die flessen hier doortappen. Kijk, ja, hier heeft hij een luchtslang op de ketel met een reduceertoestelletje. Nou, die hebben we net bijgesteld zodat we hier op de ketel 1 bar druk hebben. En deze aansluiting, daar zit eigenlijk een stijgbuisje aan natuurlijk, die gaat tot de bodem van het vaatje. Dus eigenlijk wat er gebeurt is, als je daar het kraantje openzet, dan door de luchtdruk drukt hij eigenlijk de vloeistof langs een slangetje in je systeem. Dat is wel handig, want hij houdt dus constant op druk. En hij vult ook vloeistof aan. Dus als er vloeistof uitgaat, dan vult hij het dan gelijk weer bij. Kijk, eerst hadden we deze gebruikt steeds. En die werkt met vacuüm. Alleen het nadeel daarvan is dat hij bij waar je de nippel losdraait, trekt hij eigenlijk ook valse lucht naar binnen. Dus, je blijft belletjes zien. In die slang komen de hele tijd belletjes en je weet eigenlijk niet wanneer je echt klaar bent met ontluchten.
Dat is bij dit systeem natuurlijk wel. Je ziet wel echt gewoon belletjes eruit komen. Heb je hem al open die of niet? Nee, nee nog niet. Ik was aan het wachten. Hey, ik zou zeggen, doe het. Ik moet kijken, ik ben benieuwd. Hey, kijk eens. Belletjes. Het stroomt natuurlijk echt wel rustig gewoon, hè? Ja, die druk is ook niet belachelijk natuurlijk. Je kunt die druk wel hoger zetten, maar ja, het is wel een kunststof vraag. Dat vind ik toch wel spannend. Dan kunnen wij de lucht eraf laten. Gewoon zo. Deze is dicht. Kijk, toevoer. Die doen we dicht. Gaan we hier de lucht eruit laten. Komt dit dan nog een beetje terug misschien. Dat is eigenlijk net zo handig. Dan komt die koppeling ook leeg. Zo. Expandeer de lucht in het padje ook weer. Dan, oh nee, kan het niet. Komt er niet terug. Zo, nou laten we ondertussen hier eens even naar kijken. Zullen we kijken hoe warm die is? Zo, hij rookt wel. 150 graden, nou, dat is wel een aardige temperatuur. Hij komt een heel stuk, maar dan ook nimmer. Ellendige ding, zo taai vast zit, zeg. Ja, gaat er... Heb je geen... En die knijpekstang? Die ligt hier. Is dat niet... Nee, die andere, die met die tandjes allemaal. Ja. Gaat je er niet net wat beter in? Ja, wel. Hier, dan verinnereert hij het hele ding, hè. Laat mij eens wiggelen. Als ik een beetje kracht erop zet, dan heb ik kans dat hem echt rechtstandig eruit trekken. Douw de tangen eraf, zie je? Ja, meteen eraf, hè? Ja. Er zit gewoon troep tussen, dat je er niet... Dat hij... Nou, ik wil deze niet wel vast afkoppelen. Doen we dit kraantje dicht. Zou daar nu... Een paar drupjes eruit, maar toch minimaal. Nee, dat werkt wel soepeltjes dit. Je moet hem alleen niet te snel open draaien. Ik had de drukker afgelaten. Ik denk van er kan eigenlijk niets meer gebeuren. We dachten dat het met een stijgbuisje zou werken, maar dat is het niet. Er zit een membraan zit er binnenin, net een beetje als een expansievat. Dus je pompt onder de lucht in en dan membraan gaat zo omhoog. Dus de druk was er wel af, maar er zat hier, de vloeistof zat nog steeds wat boven naartoe. Dus ik draaide eraf en dan deed ik zo prop, kwam er echt zo'n vloeistof uit. Dus je moet hem wel echt heel goed... De lucht eruit laten en ook even geduld hebben voor je hem opendraait, want dat blijft, de vlies blijft wel een beetje bovenin zitten. Ja. Oké, okay. Nou, maar dit werkt verder wel handy dandy eigenlijk. Ja, daar zit hij wel omlaag. Hij is op temperatuur hoor, deze. Nou, ik hoop dat ze er nou wel uitkomen dan. Oh, joh. Nee. Taaie rotting, joh. Ongelooflijk zeg. Oh. Ebbes. Zo eruit. Dat ging een stuk makkelijker. Eens even kijken. Het moet nog een beetje warmer worden. Ja, maar dan net niet uit. Plop, hebben ze. Oeh. Ja, dat is gewoon een prop, die zit er gewoon in geperst. Nou, omdat die nou warm is, vang ik hem eruit halen. Hè. Eerst even oppoetsen. Dat is al die rotzooi van die hoes die er omheen zat natuurlijk. En wat er nog meer verbrand is er allemaal opgevallen en er is allemaal aangebakken daar. Nou, ik poets ze eventjes allemaal op, hè. Gewoon zo. Zie je die O-ringetjes? Kijk, dompelen ze erin hoor. Nou, zeg, ga jij eens niet zo moeilijk doen, jij. Daar zo liggen. Wat betekent hij? Dan bestel ik ze. Dus even kijken. Hier zo. Die zijn wel klein. Mag wel een beetje groter zijn. Kijken. Knars, knars, knars. We maken hem even open. Zo, zo. Oh, er zit een pakking tussen. Geen ringetjes. Zie je?
Maar ook wel goed dat we het even openmaken. Kijk dan. Het ziet eruit. Dat is wel bijzonder. Er zit een pakking tussen, maar het is gewoon een staalplaat. Ik heb net gekeken hier met de magneetjes. Het is echt, het is gewoon staal. Ja, vraag ik me af hoe werkt dat? Kun je deze gewoon hergebruiken? Is dat gewoon een zacht staal, wat dan wordt fijn gedrukt? Kun je dan misschien een keer gloeien en dan zo gezegd ontlaten en dan... Wat moet je daarmee doen? Moet je gewoon nieuwe tussen zetten? Hoe werkt dat met zulke pakkingen? Hij is nog heel, het is niet dat hij stuk is of zo, maar het is gewoon een stalen plaatje. Kijk, deze heeft o-ringetjes. Dat is makkelijk. Kun je gewoon nieuwe o-ringen tussen leggen. Het is gewoon universeel. Maar hier zit echt een plaatje tussen. Kijk, er is er nog één. Zo. Het is gewoon Teflon dit. Een steunring. Flop, daar leed hij dan. Ja. Hier, ja, en dan die snoerdikte. De o-ring is eigenlijk de binnendiameter, dus dat is dan deze maat. Dan zou die 2 en een beetje, want dan moet wel een beetje voorspanning hebben. Ja. Ik weet niet wat een normale snoerdikte is. Ik weet niet of we 2,2 of zo kunnen vinden. Dan hebben we hier eigenlijk alles voor. Zou die hier ook allemaal multiseals onder liggen? Dat kan wel eens. Die zitten wel allemaal een beetje los, die dingen. Een beetje aandraaien. Nou, het zou overwinnend zijn als het ding lekt, maar... Je moet eerst maar eens kijken hoe makkelijk we aan die pakkingen kunnen komen. Want hier zit namelijk ook zo'n pakking tussen, maar dan een hele grote. Ja, deze ziet er echt heel lekker uit. Maar daar word je gewoon blij van. Ik denk dat we deze misschien niet moeten stralen eerst. Want het zijn eigenlijk maar kleine vlakken die gestraald kunnen worden dan. En dit moet dan weer goed dichtmaken. Het kan wel. Ja, wel ja. Dit hoe erg is die troep die hierop zit. Dat is best wel hard, denk ik. Kijk, als het kunststof is, dan krijg je het ook niet afgestraald. Maar als het echt van de harde koek is wel. Ja. Laten we hem uit elkaar trekken. Dan kunnen we eens kijken wat voor afdichtingen hier tussen liggen. Dat valt wel mee. Niet, hij is wel mee denk ik. Ja. Zo, zijn modules, modulair opgebouwd. Met blokjes tegen elkaar geschroefd. Dan kun je dat zo lang maken als dat je wil. Met alle verschillende functies. Hup. Valt uit elkaar, dit hele blok. Hoppatee. We hebben het helemaal in elkaar. Kijk, hier gaat het om, hè. O-ringetjes. O-ringetjes! Deze zijn nog niet eens zo slecht. Wel niet meer goed, maar even kijken. Het is aan elkaar geplakt. Come on! Ik heb niet vastgeschroefd, toch? Nee. Die heeft gewoon even een klopje nodig. Zo, kijk. Ja, stuur schuiven. Een hele verzameling.
Ja. Hier, burp. Ziet eruit dit. Kijk dan eens eventjes. Oh. Hier. Ja, dit moeten we toch wel zien te repareren. Ik heb even gekeken. Ik zag op internet een gebruikt blok, zoals dit, zo. €2500. Ah, dat gaat wel vlot op zich. Ja, we moeten wel even kijken, want er zitten veel dezelfde modules in ook wel, hoor. Natuurlijk. Nu zou ik hem in zijn geheel eruit halen. Zo, ja. Dus. Nou, daar komen we wel aan uit, denk ik dan. Een beetje nummertjes erin gezet. Op zich hebben we foto's. Tekeningen hebben we ook nog. Dus we hebben het allemaal, alles hebben we dubbel op. Dus dan zou het toch goed moeten komen dan. Allemaal o-ringetjes achter ook. Kijken wat we hier hebben. Tjoep. Ook een o-ringetje. Deze moet even goed in de gaten houden, want die koppeling is zo moeilijk niet, maar hier. Hey, er is olie in. Dat vind ik fijn. Zet hem even zo er terug in. Ik denk dat die afdichting hetzelfde zijn als die onder die dingen zitten. Even kijken. We zetten ze gewoon allemaal even los, die dingen. Ze hebben niet allemaal een terugslagklepje daar. Die wel. Kijk. Die doen we even terug in elkaar. Deze dan. Die ook. Die ook. Wat een grappenmakertjes. Waarom hebben sommigen daar wel en sommigen niet? Ook. Nou. Nou hebben ze het allemaal zeker. Zo. En de sluiting allemaal eraf. Ja, we moeten eigenlijk deze mogen zo af. Deze misschien even laten zitten. Dat is een veiligheid. Ja, die moet je ook allemaal eigenlijk apart weer af gaan stellen. Niet zingen. Draai hem eruit. Prr. Hier zijn je schone blokjes. 14 keer 3, die. Hey, mooi, je mag meer doen als je wil. Haha. Het is tijd. Fuck, hell, is toch weer tijd, ja? Normaal doet er niks op een dag, hè? Hij kan die kant op. Hij kan die kant op bewegen. Ik zou zeggen dat hij twee kanten op kan bewegen, maar toch maar niet dan. Waar liggen die? Hey. Zo. Het valt niks tegen. Moeten ze nog eventjes goed oppoetsen. Nou wel. Ziezo. Nou. Ja, dat wordt een hele puzzel. Ik heb in ieder geval een aantal maten van o-ringen en zo opgeschreven. Dus die kan ik dadelijk bestellen. En dan kunnen we het wel draad terug in elkaar zetten. En dan hopelijk dat we dit allemaal weer goed krijgen. Dit is wel het meest spannende deel van die hele minigraaf. De rest komt allemaal goed. Het is vooral dit. Dit en dit. Dit gebak waar hier nou zeg maar in allemaal stukjes uit elkaar ligt. Dat wordt ja, dan niet de vraag of dat we terug in elkaar krijgen, maar of dat het meer of dat allemaal weer werkt en zo. Want het heeft wel een beetje geleden natuurlijk. Maar ik denk dat het wel goed komt. Dit zijn allemaal stalen blokken en er zit zelfs olie in en zo, dus het valt wel mee. Dat is gewoon misschien wel veertjes die een beetje lurp zijn hiervan. We moeten kijken naar die veiligheden ook. Of we die kunnen controleren en kunnen afstellen. Ja. Eigenlijk moet je er niks aan doen, gewoon terug in elkaar zetten en als je merkt dat hij te zwak is, dan is de veiligheid waarschijnlijk ingekakt en dan moet je hem dan bijstellen. Dat is eigenlijk, ja, die druk gaat nooit hoger staan, dus altijd die veer wordt zwakker en dan zakt die druk die kakt in, dus ding niet meer sterk genoeg. Gaat die eerder erdoorheen. Daarom. Nou, dit moet wel... Nou ja, als dit nou niet meer gaat werken, dan moeten we hier gewoon modules tussen zetten die gewoon met zijn stang kan bedienen. Gewoon ouderwetse hendels erop zetten. Doet je het ook. Hé, hey, komt helemaal goed. Lekker man. We gaan het afsluiten. Ja. Quote van de dag. Ja. Ja. Heb je erover nagedacht? Natuurlijk. Ja, hey, mooi. Kom nu met de quote van de dag. Ja. Door te hechten kunnen we ons beperken in onze groei.
Nou, meestal lasconstructies, die groeien behoorlijk als je begint met hechten. Ja, dus eigenlijk wel. Dus ik vind deze niet helemaal op zijn plek. Nee. Lekker man. Hey, sluit af. Bedankt voor de assistentie en de gezelligheid. Robby is allemaal vol een bak aan het beuken daar. Dus die halen we niet van zijn werk. We gaan het gewoon afsluiten. Het is tijd. Mart is ondertussen ook nog volop aan het stralen. Die wil natuurlijk de minigraver snel af. Dan kan hij die gaten gaan graven. Dat wordt mooi. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Doei. Doei.